Onderzoek vraag 6. Hoe wordt een vrachtschip in Afrika omgebouwd tot een slavenschip? Het is gebouwd in 1719. Eerst worden er extra dekken aangelegd. Daarna wordt er een slavendek en een koeproegdek aangelegd en een extra halve slavendek. Daarna worden de toiletpotten voor de gevangenen toegevoegd en een extra kombuis voor bereiding van voedsel. Daarna wordt het schip volgeladen met 700 gevangenen en dan zijn we klaar.